Oh, lekker hoor. Can you feel it? 1981, de Jacksons hier natuurlijk. Voor het glazen thuis, 2020. Wat een lekkere plaat is dat, hè? Ja. Poepoe. Lekker, lekker. Ja, leuke, leuke muziek allemaal. Natuurlijk met niemand minder dan Michael Jackson, die daarin een grote, grote rol heeft gespeeld natuurlijk. Vroeger. Dames en heren, het is zover. Ik wil een groot applaus, want hij zit hier aan tafel. Voor de derde keer. Voor de derde keer deze week. En hij komt zeker nog terug, hoop ik. Naar mijn, nou, vanavond hoop ik dat hij ook nog terugkomt. Je hoort hem al op de achtergrond, dames en heren. Applaus voor Christian Becker. Hey! Christian, hoe is het? Goed hoor. Ja. Lekker slapen. Je ziet er goed uit. Ja. Kappertje. Ja, dat is mooi hè. Ja, een kappertje, kan toch niet? Nee, wat? Nu niet meer. Maar van de week. Nee, nee, ik ben niet geweest hoor. Nee. Hoe is het met je? Goed. Ja. Vind je het leuk dat ik hier nu een keer zit? Ja hoor. Ja. Hier wel. Ja, ik heb hem meegenomen hè. Dus ja, je kan ook gewoon naar Rekko praten. Dan, dan ja. Dat mag best. Hé, hey, ja. Maar jij bent ook een grote fan van Michael Jackson hè? Klopt, mijn hele leven al ja. Ja, dat weet ik, want wij volgen elkaar ook al een tijdje. Ja. Ja. Wat vind je nou eigenlijk het mooiste, beste nummer van Michael Jackson? Als je er eentje uit mag kiezen. Dus ja, ik weet dat je er wel een paar... They Don't Care About Us. They Don't Care About Us. Oké. Ja. Ga ik die straks nog voor je draaien. Ja. Ja. Dat is leuk. Dat is aardig van je. Ja. Zeker, maar... Ja, zo ben jij. Ik vind het ook een goed nummer, hoor. Ja. Zeker. Ja. Maar eigenlijk is het heel gek, want The King of Pop heeft natuurlijk eigenlijk alleen maar hele goede nummers gedaan. Ja, ik wel, ja. Maar dat is wel een mooie plaat. Ja. Maar goed. Hé, hey, tof, man. Hé, hey, ja, wat gaan we doen? Want ja, je kijkt mij heel leuk aan met die mooie blauwe ogen. Ja. Maar wat is de planning, mevrouw? Nou, wat wij elke avond stevast doen, dan zijn een drietal liedjes waar mensen uit kunnen kiezen. Waar jij op gaat playbacken. Ja. En mensen kunnen erop stemmen wat ze het leukste vinden om te zien. En we hadden Looking for Freedom, If I Tell You en Leef van André Hazes. En we hebben best veel reacties binnengekregen. Ja. Oeh, dat is Leef geworden, ja. Hoe weet je dat? Hoe weet jij dat nou? Ik moet de uitslag nog bekendmaken. Hey! Hey! Ik heb een auditie bijgehouden. Ah, ja. Nou, wij hadden ook de meeste stemmen voor Leef, dus we zitten goed. Ja, dat is helemaal goed. Ja. En jij bent ook een groot fan van Hazes Junior? Of is het gewoon een leuk nummer? Beetje. Ja, oké, dat kan. Beetje erbij. Ik was vroeger niet van André Hazes Senior, maar André Hazes Junior vind ik wel leuke nummers hebben, ja. Ja, dat vind ik ook wel. Hé, hey, en even wat anders, want jij bent nog steeds... Doe je de post nog? Ja. Ja, dat lijkt goed? Ik ja. Maar is dat gaat gewoon, denk ik, door. Je hebt dat niet zo last van corona, of wel? Ja, maar ik heb nu drie keer vakantie, maar... Oh. Dat zeg ik maandag ook al. Ja, oké, maar ik zit boven en slaap ik al. Ja. Nee, maar echt waar. Dus je bent nu eigenlijk deze week de rest van 2000... Ik heb hier vakantie voor genomen, hè, voor Serious Request. Oh, doe ik elk jaar. Ja, ik zag je lopen op een loopband. Lifeline stond er in de sportschool, ja. Ja, dat weet je, ja. Ja, meeloper stond erop, ja. Meelopen, ja. Ja. Op de loopband. Ja. Leuk, man. Hé, hey, wanneer begint dat weer? Of is die al? Het begint vrijdag, 12 uur middags. Oh, oké, okay. Dus je blijft lekker tot en met zaterdag ons doen en daarna ga je over naar de Lifeline. Zo ga je... Nee. Ja. Hé, hey, leuk man. Ik zou zeggen, moeten we nog iets doen? Ja, we weten al het nummer, hè? Dus we weten het nummer. Misschien wil je nog eventjes je vriend Remco nog eventjes wat toezeggen, want hij zit te luisteren. Ja, hij zit... waar zit hij ook weer? Hilversum, hè, zit hij? Ja, zit in de ballenbak. Ja. In de ballenbak? Ja. Daar werkt hij. Op een hoofd. Nee hoor, nee, hij luistert al. Hij zit bij de NPO daar. Oh, ja. Ik kreeg een heel leuk fotootje net. Dat heeft hij namelijk. Hij zit bij zo'n heel groot scherm. Hè, want er zijn ook 100.000 van die kanalen die er binnenkomen. En dan heeft hij de middenste heeft hij groot gemaakt. En dan kijkt hij dan glazen thuis. En eromheen heeft hij al die kleintjes zitten. Dus CNN zit eromheen. Ja, RTL, ja. SBS. Dat is echt super grappig. Ja. Ja, ik zal hem wel even laten zien naar je. Maar. Ben je er klaar voor? Groetjes aan Remco. Oh, nee, maar ga lekker die kant op. Ja. Doe ik tussendoor nog even een plaatje. Leuk. En dan als jij dan zo na dat plaatje klaar bent, dan gaan we beginnen met jouw playback act. Is goed. Ja? En wel opletten, want de vloer is een beetje warm geworden. Beetje heet geworden, beetje, ja. Beetje heet. Ja hoor, daar gaat hij. DJ Maries. Snolle volgens. 1, 2, 3, 4. De vloer is lava. De vloer is lava, natuurlijk ook van de vriendenclub. Ja, die hebben wij natuurlijk ze op gaan los thuis. Ja, leuk hè? Krijgen allemaal leuke appjes. Ja, dat moet ook, dat is hartstikke gezellig. Ik ga eens even kijken, want we moeten even overschakelen. Even kijken of ik het beeld zie, of ik daar in de verte natuurlijk onze Christian zie staan. Want die staat dan klaar voor zijn playback. Ik wil even kijken of het allemaal gelukt is. Kan je even schakelen, hij jongens, televisiebeeldje. Zijn duim in ieder geval omhoog. Ja, oh ja, daar staat hij. Zwaai even naar me. Zwaai even. Ja, hey. Christian.
gezellig van. Helemaal goed. Nou, we gaan even kijken, want het nummer staat klaar. Ik zie het, André Hazes met Leef. Dus dat gaat goed komen. En dan moeten we deze nog even doen. Dames en heren, ga lekker genieten van niemand minder dan Christian Becker. Hey! Uit je stekker met Christian de Playbacker. Op een vrijdag in de kroeg, ergens in Amsterdam, zat aan de bar met een glas, een oude wijze man. Hij zei dat hij nog maar een paar dagen had. Dus pak het leven, pak alles en ga ermee op pad. En hij zei: leef, alsof het je laatste dag is. Leef, alsof de morgen niet bestaat. Leef, alsof het nooit echt af is. Leef, pak alles wat je kan en ga. Pak alles wat je kan en ga. Ga, pak alles wat je kan. Hij vertelde dat hij zich had gewerkt in het zweet, geld verdiend als water, maar nooit echt had geleefd. Zijn vrouw was bij hem weg, voor een ander ingeruild. Af en toe gelachen, maar veel te veel gehuild. En hij zei: leef, alsof het je laatste dag is. Leef, alsof de morgen niet bestaat. Leef, alsof het nooit echt af is. Leef, pak alles wat je kan. Je laatste dag is een leef, alsof de morgen niet bestaat. Leef, alsof het nooit echt af is. Een leef, pak alles wat je kan en ga. Dankjewel, Christian. Tot morgen. Doei, tot morgen. Dankjewel. Leuk, hè, dit soort dingen, hè? Is dat fantastisch? Lekkere energie, boost weer. Heerlijk. Ik vind het helemaal gezellig. Ik vind het superleuk item goed. Ook. Ja, zeker weten. Playbackje, gekker met... Christian. Becker. 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 Jongen.